en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En zoals jullie al zien, ben ik level 700 geworden hier op Call of Duty Black Ops 3 natuurlijk. Dus ik ga weer mijn stats laten zien, omdat ik natuurlijk had beloofd. Maar laten we eerst gaan kijken naar de medals die ik deze keer heb gekregen, omdat ik natuurlijk level 700 ben geworden. Zoals jullie zien, de Prestige 7 icoon uit Black Ops 2 die echt ziek is. Hier zo, de Prestige 7 emblem uit Black Ops 1 die heel erg cool is. En deze is ook echt bruut, moet ik zelf zeggen, van World at War. Nu moet ik zelf zeggen dat ik de emblems van World at War altijd wat mooier vind dan die van Black Ops 1. Net zoals deze vind ik wel mooi van Black Ops 1. Maar net zoals, kijk, dit ziet er best wel sexy uit, vind ik hoor. Als je dit logotje voor je naam zet. Ik weet niet of je het goed ziet voor mijn facecam, geloof ik wel. Maar we gaan gewoon even kijken hoe alle drie de logotjes staan. In de thumbnail hebben jullie deze gezien, omdat deze er echt gewoon best wel bruut uitziet, vind ik. Want ja, als je hier naar je stats gaat... Nu zien jullie gelijk ook mijn stats eigenlijk. Ziet hij er best wel awesome uit. Maar laten we gewoon hier gelijk met mijn stats beginnen. Ik heb in totaal 114.518 kills gemaakt. Op dit moment in die 700 levels natuurlijk. Nog 300 levels. En ik ben Prestige Master level 1000. Ik ben heel Prestige Master natuurlijk. Maar level 1000 is dan toch natuurlijk iets mooier dan level 700. Althans, ik vind het hier nog steeds mooier uitzien. Ik heb precies 1850 wins. Ik heb een kill death ratio van 2.33. En mijn allereerste stats video had ik geloof ik een 2.06 KD. Dus besef hoe hoog dat is, hoeveel omhoog dat is gegaan. En vergeleken met mijn win-lose ook 1.07 omhoog. Dus scorepermunt is aardig aan de hoge kant, 592. Ik weet dat sommige mensen die dit kijken echt een account met een scorepermunt van 1000 hebben. En een win-lose van 10 en een KD van 10. Dus GG daarvoor. Maar laten we nu even naar de leaderboard gaan. En als we naar de career gaan... En dan al, dan zien jullie dat ik op plek 1099 sta. Dat is echt fucking, maar ook echt fucking hoog. Dus ik ga vandaag nog wel even wat spelen natuurlijk. En je ziet ook heel mooi mijn embleem daar zo. Ik vind hem echt geniaal. Maar zoals je ziet sta ik op plek 1099. En dat is echt super hoog van. Ik weet, wat is de hoogste? Kan je de top, nou, je kan niet de top of de list. Dus, nou, het is top of de list. Maar dit kan nooit. Dit is gewoon gehackt. Dus dat is wel jammer. Dat moet ik twee keer een keer fixen. Dan sta ik misschien op plek 500 nog wat of zo. Maar van TDM, ja, dit is allemaal best wel laag. Zoals je ziet, 3025. En Hardpoint, dat sta ik in Hardpoint. Ook 3000 nog wat. Uplink, dat sta ik 6000. Het is allemaal, ja, best wel laag. Omdat ik natuurlijk heel veel Nuketown speel op dit moment. En Hardcore heb ik bijna niet gespeeld. Laten we nu even naar de medals gaan. Ja, kijk maar een beetje. Ik scroll er gewoon een beetje doorheen. Kun je links allemaal zien. Ik heb doodveel Avengers zie ik nu. En ja, je ziet mijn facecam natuurlijk rechtsboven. Dus het kan zijn dat je niet alles ziet. Dus ik ga gewoon alles een beetje zo laten zien aan jullie. En dan hier 40 mega kills, super kills. Kill chain 9. Ik heb er dit weekend trouwens nog 1 gehaald. En een ultra kill 11. Dus ik heb 2 kill chains. Nee, wacht. Ik heb dus in totaal 11 kill chains. Verneukt, om het even zo te zeggen. Nou, bijna 20.000 jump shots. Dankzij natuurlijk mijn Dark Controller. Dogfights heb ik er niet heel veel van. Nou, dit wordt alweer wat minder, behalve de Kingslayers. Dat zijn er ook aardig veel. En ik, ja. Dit zijn natuurlijk gewoon de medals waar je ook best wel veel XP van kan krijgen. Dus kijk er even door. Ik heb maar 404 longshots. Hier komt het aan. 20 nucleairs, 118 unstoppable en 51 brutals. Dus... Ik had in totaal 71 nucleus kunnen halen, maar dat heb ik niet gedaan, zoals je ziet. Ik heb er gewoon, ja, best wel wat gechoked. Ik heb er 51 gechoked, om precies te zijn. Ook best wel veel dubbelkills, 15.759. En ja, hier komt gewoon de standaard aan. Looters, die vallen wel mee, daar heb ik nog niet eens 10.000 van. Maar hier specialist, hier zie je gewoon de meestal. Hier heb ik heel weinig gebruikt, de high specialist, maar dit boeit niet heel veel of zo. Game modes, ik weet niet of dat echt boeit. Ook, ja, hier kan je ook niet heel veel aan zien natuurlijk. Maar ik ga even mijn klas voor jullie laten zien natuurlijk. Zoals je hier ziet, de M87 met de Elo, de stok en de quickdraw. Ik gebruik opeens allemaal quickdraw varianten op elk gun. Omdat dat super chill is natuurlijk. Tweede klas de Man of War met de Elo, quickdraw en stok attachments. Daar heb ik een MR6 als secondary aangezet. Omdat ik anders een punt alsnog verlies. En dit kan je natuurlijk gewoon aanzetten... Om, ja, als je even out of ammo bent, dat je snel kan overswitchen en pieuw, ze neer kan knallen. De derde klas is een MS Grand, gewoon omdat ik daar iemand mee op Nuketown zag spelen. En best wel relaxed is als je bijvoorbeeld safeguard speelt en je moet gaan verdedigen. Dan kun je dus gewoon in 2 schoten. Dat is relaxed. Hier komt de K44 met quickdraw, Extender Max en stok. De Pharaoh met quickdraw, grip en stok.
Dit is ook heel erg chill op de submachine gun. Ik gebruik het op elke submachine gun. Quick draw, extended max dan en stock. Hier zo gewoon een normale Rapid Fire en extended max versie. Hier mijn beste VMP klasse te zien. Grip quick draw stock. En de Weevil heb ik het ook op. En dan hier de BRM. Omdat ik die even goud wil halen, heb ik bijna de light machine guns diamond. Mijn specialist, die kan ik nog wel even laten zien hier zo. Dat doe je dan zo. Ja, hier. Dit moet ik nog laten zien. Ik heb 25.330 kills met de Kuda. Ik heb mijn 2.11 KD daarmee. En mijn accuracy is best wel on point met dat ding. Hierna de VMP, die ook aardig veel gebruikt is. En dan de M87 ook. Deze top 3 is gewoon echt gekild door mij. En dan komt hier de KM met 8.000 kills. Manowar met 7.000. Die gaat sowieso de KM ook inhalen. Want de Manowar is echt een beast. Voor de rest heb ik niet echt meer iets. Razorback, ja. Weet je, dit heb ik allemaal een paar keer aangeraakt zoals je ziet. En hier gaat het al heel erg minderen. Want ja, dit heb ik bijna nooit aangeraakt zoals je ziet. Mijn Deadly Specialist is nog steeds de Reaper. 2711 keer gehaald. Nog steeds 7930 kills ermee. Bijna de 10.000. Dat ga ik misschien dit weekend nog wel halen. En daarna de Purifier. Kijk even verschil in gehaalde dingen. Dus ik heb echt bijna alleen maar de site gebruikt. Nog steeds mijn Deadly Score Strike is de Raid. Maar als je wilt mee met de UV, kan ik die UV in de hete natuurlijk. Dat zie je ook wel bij het gehaalde shit. Hier zo, de UAV heb ik bijna 10.000 keer gehaald. Dus dat is best wel veel ook. Maar verder rest, de Semtex zoals je hier ziet. Maar valt wel mee. Dan gaan we nog even naar de emblems kijken zoals je hier ziet. Deze is van World at War. Hoe ziet die eruit? Ziet er ook best wel ziek uit. Dus, jongens, hier ga ik de video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze testvideo. Vergeet niet je blauwe duimpje omhoog achterlaten natuurlijk. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video, jongens.